In het Groningse dorp Ulrum ontstond in 1950 in de burgemeesterskamer van het raadhuis een plan dat vrucht heeft afgeworpen. Op initiatief van burgemeester Ottevangers sloten 31 gemeenten in de provincie Groningen zich aaneen voor het uitvoeren van een gezamenlijk bouwproject. Doordat men besloot één bepaald woningtype te bouwen, konden de bouwkosten op grote schaal gedrukt worden. Het project had de volle aandacht en de sympathie van Den Haag. Minister In het Veld kwam zelf de sleutel van de 1000ste woning aan de gelukkige bewoners aanbieden. De minister was ook de eerste die bij het jonge paar op visite ging. De huizen hebben alle één kamer, drie slaapkamers, een keuken en een badgelegenheid. Het plan omvat in totaal 1176 woningen. De gemiddelde bouwprijs ervan ligt belangrijk beneden die van de normale woningbouw. De 31 Groningse gemeenten hebben daarmee opnieuw getoond wat door samenwerking bereikt kan worden. De overeenstemming